Nou ja, ik doe al mijn eigen dingen. Ik zoek mijn eigen etappes uit. Maar net in een andere insteek dan Robert. Dus ja, voor mij blijft er in principe gewoon alles hetzelfde zoals we hebben afgesproken. Alleen ja, Robert is er dan niet bij. En de nadruk ligt net wat anders in de ploeg nu. Voel je daar prettiger bij dan wanneer je wel die druk hebt van het kopmanschap? Nou ja, dat hoeft voor mij niet per se. Kijk, ik heb nu wel geleerd dat ik gewoon moet koersen op mijn eigen manier. En ik ga gewoon het begin gewoon de Tour lekker open in en ja, gewoon op mijn eigen manier koersen en de momenten uitkiezen. En ja, dan komt het vanzelf wel goed, heel blijven. En dan, ik heb gewoon een heel goed niveau en dan komt het er wel uit in de Tour. Laatste vraag, waar liggen voor jou de momenten waar je hoopt te scoren? Ligt dat pas later in de later in de Tour? Ja, dat denk ik wel, wanneer de eerste lastige etappes beginnen. Dan zal je me echt gaan zien, denk ik, ja. En die eerste etappes, zou het zomaar kunnen zijn dat je een keer besluit om te laten lopen? Of hou je toch dat klassement nog stiekem in het achterhoofd? Nou, ik laat niet zomaar lopen, dat is natuurlijk ook zonde. Maar ik ga niet de hele dag geforceerd van voren rijden. Dat is niet de bedoeling, maar ja, het kan best dat ik hier en daar wat tijd verlies. Maar de eerste insteek is gewoon heel blijven en ja, goed die eerste week doorkomen en momenten uitkiezen. En voor ritwinst gaan. Ik denk dat we daar zo de toer in gaan.